gaat hij. Dan begint hij piepen. Wethouder Theo Boerman, je hebt net digitaal het nieuwe gemaal Merwestreek geopend. Een blije wethouder? Ja, een hele tevreden wethouder, want dit is toch wel een prachtig resultaat op dat traject wat we lopen met elkaar. Het is een geweldig voorbeeld van een goede samenwerking waarmee we het hoofd boven water houden. Op het moment dat er een extreme regenbui voorspeld wordt, dan kan dit gemaal al gelijk in werking treden. Dit gemaal is alleen voor zeg maar, extreme buien, want onder normale omstandigheden is het gemaal aan de Neerpolderseweg voldoende om het water ook bij de Nieuwe Weg weg te krijgen. In dit gebied zijn meerdere maatregelen genomen, zoals bijvoorbeeld een waterberging. Hoe verhoudt dit gemaal zich tot alle andere maatregelen die in dit gebied genomen zijn? Nou, feitelijk is dit de ruggengraat van de maatregelen. Dus calamiteitenbemaling op het moment dat de neerslag valt, zodat we snel af kunnen malen. De peilstijging kunnen beperken en met de waterberging kunnen we ook veel water uit het watersysteem halen, zodat die peilstijging beperkt blijft en de bewoners droge voeten houden. Ja, want ik begrijp dat de komst van dit gemaal ook tot stand is gekomen door een samenwerking met meerdere partijen? Zeker. Allereerst het waterschap uiteraard en de gemeente die dit samen doen. Er is ook heel goed overleg geweest met de bewonersvereniging Nieuweweg. En niet te vergeten met de eigenaar van Merwestreek BV, het bouwbedrijf, die ook heeft meegedacht en ook zijn terrein beschikbaar heeft gesteld waarop we het gemaal hebben kunnen bouwen.